Okay, run that check before us, huh? Yeah, come on. Yeah. That was the case. De kist is los, hè? Dus die ga ik eerst doen. En daarna pas de records. Dat is waar niet waar. Met Betje. Paradise Coldplay voor die. Ja, dit is onze nieuwe quiz hier bij Chicks in the City. Is het waar of is het niet waar? Wij hebben een gek feitje opgezocht. We zouden zomaar ook hebben kunnen liegen natuurlijk, want dat kunnen we ook hartstikke goed. Het is aan jou om te raden of het waar of niet waar is. Wat hebben we zeg maar in de prijzenpot vandaag? Nou, sowieso een documentaire film die je dus kunt winnen, een DVD. De Meiden van Chica Radio, die kan van jou zijn. En daarnaast hebben we hier natuurlijk de gast vanavond, acteur Nick Bakker. En die heeft ook nog een leuk presentje in de goodiebag. Vertel Nick. Zeker weten. Ik geef 2 première kaarten weg voor de voorpremière van de film Bioscoopfilm Dubbelspel, die in Tuschinski Theater te zien zal zijn. En verder deel ik ook nog 20 première kaarten uit op mijn Facebook. Daar komt de prijsvraag op van mijzelf. En daar worden dus ook 20 première kaarten uitgedeeld. En als jullie mij toevoegen, maken jullie dus kans op die kaarten voor de première. En dat is heel makkelijk te vinden op Google. Als je mijn naam intoetst, dat is acteur Nick Bakker. En dan kom je er vanzelf in. Kom je vanzelf dus bij jouw Facebook even toevoegen, vriendjes worden. Vriendjes worden en dan de prijsvraag goed hebben eind van deze week. En ja, dan kunnen ze kans maken op première kaarten. Precies, maar ja, ze kunnen het zelfs nog eerder winnen als je dus vandaag meedoet. Zeker weten, vandaag ja, geven we 2 kaarten weg. En het is wel leuk, want het is echt helemaal een première van een première. Want zelfs jij weet niet precies welke dag die première gaat plaatsvinden. Dat klopt, ja, ja. Maar dat weet je volgende week. Volgende week, dus ja, vandaar dat we dat nu nog niet kunnen vertellen, maar het zal ergens in november zijn, toch? Ergens in november zal de première plaatsvinden. En waarschijnlijk op donderdag. Waarschijnlijk wel. De donderdagavond is meestal de première dag voor het Tuschinski Theater Amsterdam. Ja. Oké, okay, nou, de mensen die dus winnen, dan moet je wel even beloven dat je die mensen van Radio Rijn op Chick City eventjes een handje geeft. Ga ik zeker doen. Ja, absoluut. Toch? Moet ze even melden bij de Rode Loper, komt helemaal goed. Oké, okay, dan. Hé, hey, en dan is het nu tijd voor het wisse datje, dames. Yes. Voor een auditie willen de casting directors altijd al graag weten hoe lang je bent. En misschien is het handig om je auditie voor te in de ochtend te plannen, want in de ochtend ben je langer dan in de avond. Is het waar of is het niet waar? Wij hebben het voor je uitgezocht, maar jij mag het zeggen. Ja, is dit dus waar of is het niet waar? Ben je dus zeg maar langer in de ochtend dan in de avond? Ja, ongelooflijk verhaal inderdaad. Nou, als jij weet wat het antwoord is, dan mag je dat doorbellen. 010-436-4436. Of een mailtje sturen naar chicks@rijnmond.nl. Dus chicks@rijnmond.nl. En als we het dan toch over beroemd worden hebben. Ja, iedereen kan beroemd worden. Of ja, iedereen denkt beroemd te kunnen worden, moeten we misschien denken. Kijk maar naar al die talentenshows op televisie. Chick, Deborah en Charlotte zijn op pad geweest en hebben verschillende mensen hierover ondervraagd. Laten we even gaan luisteren. De vele talentenshows op tv. Heeft het nog wel zin om beroemd te worden als heel Nederland een poging doet om een ster te zijn? Hi, ik ben Charlotte. En ik ben Deborah. En wij gaan het vandaag uitzoeken tijdens de special edition van Fanatics. Wat vind jij van de stelling, iedereen kan beroemd worden? Een hele goede stelling. Iedereen kan beroemd worden, iedereen heeft talenten, heeft creativiteit in zich. Dus sowieso, ja, word je zelf breekt op de vloer op het moment dat je daar staat. Ik vind die talentenjacht, dat vind ik heel goed. De jeugd en krijgt veel kans om zich te ontplooien, veel kans om te ontwikkelen. Alleen wordt het soms iets te veel om allemaal te volgen op tv, maar ik blijf er wel bij. Die zijn goed in beeld zo.